Hey allemaal, in deze video ga ik jullie enkele tips geven om meer inspiratie te vinden voor jouw make-up looks. Dit is eigenlijk, ik moet het eerlijk zeggen, een beetje een video voor mezelf ook. Waarom? Omdat ik soms zelf een beetje vastzit in mijn inspiratie. En dus ik dacht, ik ga gewoon een video filmen met waar ik aan denk wanneer ik inspiratie nodig heb. En meestal lukt het bij mij, dus misschien dat het ook bij jou lukt. In ieder geval, wij gaan verder met deze video. Mijn allereerste tip voor jullie is, doe gewoon een palette bingo by yourself. Ik heb deze video al een keertje gemaakt en daar is mijn lieve husband. Of ook niet. Sorry voor het lawaai. Het is echt zo'n random video vandaag. In ieder geval, een palette bingo is echt een super leuke manier om gewoon een creatieve look te bedenken met random kleurtjes. Je kiest dus een palet, die geeft elke kleur van jouw palet een nummer en dan doe je met een app of met een... Je kan ook gewoon papiertjes maken en dan lotje trek doen. En dan maak je gewoon met de geselecteerde kleuren een hele mooie look. Ik heb dat onlangs ook op mijn kanaal gedaan. Die zal ik hierboven linken. Dat is het palette bingo met een van mijn Juvia's Place paletten. Maar in ieder geval een hele leuke manier om onverwachte make-up of ooglook combinaties te doen. Het is een beetje vooral oogschaduw vandaag, maar je kan het ook met andere producten combineren. Mijn volgende tip is, kies gewoon twee paletjes uit je collectie die je nooit van z'n leven samen zou doen. Dus echt een felgekleurd palet met een ander felgekleurd palet. En zeg tegen jezelf, oké, deze twee paletten, dit gaat het enige worden waar ik deze week mijn make-up mee doe. En ik doe dit regelmatig. En ja, ik moet ook elke dag gaan werken. Dus bij mij moet het al wat meer toned down zijn. Maar het geeft je wat extra inspiratie. Het geeft je een uitdaging om toch net dat ietsje meer van je look te krijgen dan je eigenlijk oorspronkelijk wou. Dus het geeft je eigenlijk een uitdaging om creatiever om te gaan met de kleuren die je hebt. Nog een tip is, ja, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb echt een hele bak vol met single oogschaduws nog voor de tijd dat al die mooie make-up paletten op de markt kwamen. Dan was het gewoon echt normaal om single oogschaduwtjes te kopen. Dus ik heb nog steeds een hele hoop single oogschaduwtjes. Ze zijn misschien wat oud, oké, dat ga ik misschien toegeven. Maar ze zijn nog altijd zeer geliefd in mijn collectie. Dus het is misschien een tip om gewoon jouw single oogschaduwtjes te nemen. Een paar uit te selecteren en te zeggen, oké, ik ga nu een hele week deze gebruiken in combinatie met een of ander palet. Om dan weer leuke looks mee te maken. Dat gaat ook weer jouw creativiteit een boost geven. Mijn derde en volgende tip is, kijk naar een bepaalde plaatsing van je oogschaduw. Meestal zet je dezelfde kleuren altijd op dezelfde plaats. Wel, ga eens die plaats waar je de oogschaduw op neerzet, ga die eens veranderen. Kies eens een andere plaats om dat kleurtje neer te zetten. Ik zet bijvoorbeeld altijd een peachy, creamy kleur altijd in mijn arcadeboog. Maar waarom zou ik eens niet proberen om die in de uiterste V, dus in de buitenste ooghoek te zetten, of misschien juist helemaal in de binnenste ooghoek. Of wie weet kan je die aan je onderste wimperlijn toevoegen voor juist dat extra beetje peachy sparkle daar beneden. Mijn volgende tip is ook een heel simpele tip en dat is gewoon, ga niet naar je oogschaduw kijken, maar begin bij jouw liners en jouw oogpotloodjes. Kies een aantal felle leuke kleurtjes uit en zeg, oké, ik ga mij deze week baseren op deze liners, deze oogpotloodjes en hier ga ik mijn looks rond creëren. En je gaat zien wanneer je zo die rozige fuchsia liner gaat toevoegen aan je look, dat je waarschijnlijk ook iets creatiever zal omgaan met je oogschaduw, je blush en natuurlijk ook je lipproducten. Mijn volgende tip is eigenlijk heel simpel en deze pas ik zelf ook regelmatig toe. Wanneer je een palet hebt en je hebt zoiets van, ha, ik heb geen inspiratie meer om met dit palet aan de slag te gaan. Ik heb gewoon een of ander random palet genomen. Dit is mijn Juvia's Place Nubian 2 palet. En mijn tip is als volgt, als je geen inspiratie hebt, dan kan je gewoon kijken naar de kleur plaatsing van je palet. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik ga in rijen werken. Ik ga vandaag een look maken met alle kleuren van één rij. Dus je kan bijvoorbeeld deze rij nemen. Dat zou echt al een heel mooie look zijn. Je kan ook gewoon zeggen, ik ga deze rij nemen en ik ga alle kleuren gebruiken van die rij.
deze rij, deze rij, deze middelste rij, zo, zo, zo. Dat is eigenlijk al één optie. Of je kan in quads of in trio's of in zesdes, hoe noem je dat? Sixth werken. Dus je kan zeggen van oké, ik ga een kwadje nemen, dit kwadje, woep, deze vier, daar ga ik nu een look mee maken. Deze vier, woep, daar ga ik een look mee maken. Deze vier, een lookje, deze vier, een lookje. Je kan ook zeggen, ik ga in trio's werken, deze drie, een lookje, deze drie, een lookje, deze drie, een lookje, deze drie, een lookje. Je kan eigenlijk ongelooflijk veel combinaties op die manier maken en dat geeft je dus extra inspiratie voor jouw nieuwe spectaculaire make-up looks. Dan is er natuurlijk de voor de hand liggende tip. Ga op zoek naar inspirerende afbeeldingen, inspirerende dingen om je heen. Ga dus kijken naar mooie foto's die jij mooi vindt. Bijvoorbeeld ga naar je laatste Instagram post en kijk naar die kleuren, naar die texturen. Gebruik daarvan de kleuren. Ga naar een mooi schilderij kijken en doe die kleuren na. Kijk naar buiten. Wat zie je als je naar buiten kijkt? Welke kleuren kan je daarvan gebruiken om jouw look en texturen uiteraard, om jouw look te maken? Ga gewoon even rondom je kijken. Pak een van je favoriete boeken eruit. Meestal heeft de boekcover van jouw favoriete boek wel wat kleuren erin zitten, wel wat texturen erin zitten. En daar kan je dus inspiratie aan opdoen om gewoon jouw creatieve look mee te creëren. Mijn volgende tip is, neem gewoon een bestaande look van jou. Dus stel dat ik deze look ga nemen en gebruik de kleuren die je gebruikt hebt in deze look of in jouw look, maar ga die op een totaal andere plaats neerzetten. Je mag natuurlijk ook gewoon je look nemen en kleuren toevoegen of kleuren wegnemen, maar zo even een look nemen die je al gecreëerd hebt en probeer die te tweaken. Probeer de kleuren op een andere plek te zetten, probeer kleuren toe te voegen, zodanig dat je weer een totaal andere en nieuwe look krijgt. En dan zijn we aan mijn laatste tip gekomen. Neem één kleur die je echt fijn vindt om te gebruiken. Jouw favoriete kleur. Eén die je echt al superveel gebruikt hebt. Die je echt, waar je geen genoeg van kunt krijgen. Of een kleur die je zegt van, nou, die wil ik gewoon meer gebruiken omdat ik hem zo fantastisch vind. En neem dan een kleur waar je van zegt, niet mijn favoriet, dit is niet echt de kleur voor mij. En probeer deze twee te combineren in een nieuwe look. Dit geeft je ook weer een heel totaal ander beeld. Dit gaat je ook gewoon wat meer creatieve looks opleveren dan je misschien normaal gewoon bent. Zo, dit waren mijn tips voor de creatievere, nieuwere looks te creëren. Ik hoop dat je het toch nuttig vond. Ik vond het vooral voor mezelf heel nuttig, omdat ik soms ook een beetje beu ben welke kleurtjes ik allemaal in mijn collectie heb zitten. En ik gewoon een beetje inspiratieloos ben voor mijn looks. Dus een beetje voor mezelf, maar natuurlijk ook een beetje voor jullie. Dus ik hoop dat je het nuttig vond. En vergeet, als je dit een leuke video vond, vergeet zeker niet te abonneren, een belletje omhoog te duwen, likeje te geven en te kijken naar mijn volgende video's. Bedankt en tot ziens. Dag!